De gemeente Nijmegen besloot dit voorjaar de verkeerssituatie op de kruising Muntmeesterlaan-Muntweg wederom aan te passen. Ik vind het wel veiliger zoals het nu is, want je moet wat beter opletten als fietser. Ik vind het alleen wel jammer dat je nu moet afremmen, zeg maar. Je kon hier heel lekker doorrijden in één keer. Maar goed, het was wel wat gevaarlijker met de auto's. De afgelopen 2 jaar hadden fietsers onder het mom van een fietssnelpad voorrang op auto's. Maar deze situatie bleek zo ingewikkeld dat het tot vele ongelukken leidde. De gemeente concludeerde dat de auto's weer voorrang moesten krijgen, maar nu de situatie inderdaad gewijzigd is, moeten weggebruikers nog flink wennen. Op dit moment vind ik het helemaal niet veiliger geworden. Want het is nog steeds heel erg onduidelijk voor fietsers hoe het waar we moeten wachten, hoe we precies moeten oversteken. Het zal misschien wennen zijn aan de nieuwe situatie van dat wij nu geen voorrang meer hebben. Ik vind nog steeds de beste oplossing dat de fietsers voorrang krijgen en dat de auto's met stoplichten bijvoorbeeld simpelweg afgeremd worden. En dat we voorrang krijgen. Fietsers wisselen van mening over de verbeterde veiligheid. Wel zijn ze het erover eens dat het kruispunt nu voor veel verwarring zorgt. Nou, toen ik vanmorgen aankwam rijden, en dan wist ik dus niet welke rijbaan ik moest nemen. Ik zie er ook geen vertragingsborden of weet ik wat, zie ik allemaal niet staan. Dus, en ook geen voorrangsborden. Ik vind het heel verwarrend.